Nou, wij organiseren een summer school omdat we het belangrijk vinden om studenten ook in de zomer cursussen te laten volgen. We vinden het leuk om internationale studenten kennis te laten maken met de universiteit. En daarnaast vinden we het belangrijk om studenten de mogelijkheid te bieden om nog een aantal deficienties weg te werken. Zo wordt er bijvoorbeeld een cursus wiskunde aangeboden voor VWO-scholieren. En in totaal hebben we nu ongeveer 250 studenten mogen verwelkomen. Een groot aandeel daarvan is internationaal. Ze komen vanuit 52 verschillende nationaliteiten. Dus daar zijn we zeer tevreden over. En je ziet eigenlijk dat het aantal studenten jaarlijks stijgt. En we hopen dat ook volgend jaar weer verder te kunnen doorzetten. En ik heb van de studenten begrepen dat ze de norm naar hun zin gehad hebben. Dus dat doet mij als afdelingshoofd ontzettend goed. Mijn naam is Daan Kleijsen. Ik ben projectleider van Tilburg University Summer School. Deze is 4 weken geleden gestart met 14 cursussen waar in totaal 250 studenten aan meedoen. We hebben dit jaar 55 nationaliteiten zitten die hier verblijven en een cursus volgen. Sommige cursussen die zijn verplicht om deel te nemen aan het academisch jaar, een stukje voorbereiding daarop. Dus dat is een verplichte cursus om in te stromen in de studie van die de student wil. Daarnaast zijn er verbredingscursussen en verdiepingscursussen, waaronder diverse talencursussen die studenten voorbereiden op hun komst hier. Nee, we hebben een goede combinatie gemaakt tussen sociale activiteiten, een sociaal programma waar ze Tilburg en de omgeving hebben leren kennen. Ook stukken van Nederland zoals Amsterdam en Den Haag. En dat gecombineerd met een cursus. Wat ons betreft is het project enorm goed geslaagd. We hebben een hele leuke fanatieke groep studenten die overdag enorm hard bezig zijn met hun cursus. Ja, nou ja, dit afgelopen zomer heb je de summer school gevolgd aan de Universiteit van Tilburg. Welke cursus heb je gedaan? Ik heb 2 cursussen gedaan. Ik heb de Spaans beginner gedaan en de Spaans intermediate, dus vergevorderde. Ja, en hoe is dat bevallen? De beginner was wel goed te doen, omdat het ook heel veel herhaling was van mijn eigen universiteit dan. Ik heb al beginner Spaans gevolgd. En dat was wel te doen, maar de tweede vond ik heel pittig. Oké. Okay. En heb je er ook een examen in moeten afleggen? Ja, ik heb mijn laatste examen heb ik net vanmiddag gehad. En hoe ging het? Het ging wel goed. Alleen sommige opdrachten vond ik iets te makkelijk. Dus dan ben ik dan wel weer een beetje nerveus over. Maar ja. Ja. Oké, okay, Christina, you came here to the Netherlands 4 weeks ago. Yeah. What course did you take in the summer school here at Tilburg University? I took a Dutch intensive course. So. And how was it? Oh, that was awesome. I did not expect to go that far with that little of time, you know. But we did just a great job. Oké, okay. Christina heeft een Nederlandse intensieve cursus gevolgd hier in Tilburg aan de universiteit. En ze had niet verwacht dat ze zoveel zou kunnen leren in de 4 weken. What do you think is the most difficult about the Dutch language? The intonation that you put, like when I read the text, it seems to be easy, but the intonation you put mm-hmm. is difficult to understand because you have so much stresses in words. So, and ha sounds are difficult too. Yeah. Het moeilijkste van de Nederlandse taal, vindt Christina, is dat je hoe je het uitspreekt. Arina, dat hoe je de taal uitspreekt. Het lezen vond ze redelijk makkelijk, maar vervolgens om een tekst uit te spreken was heel erg moeilijk. Well, you stayed here in the Netherlands, also here in the student flats for 4 weeks. How was it to stay here with all kind of international students? I could not wish myself a better experience because I've met so many people. From so many countries I would never expect to learn something, you know, about. But I've learned a lot about different countries and I've met people from all over the world that have shared the same values, you know. It's a great, I don't know, gift from God or I don't know, to meet all those nice people and to have friends all over the world now. So it was a great experience. Arina vond het heel erg leuk om al die internationale studenten te ontmoeten. Ze vindt het heel apart dat mensen heel verschillend, maar toch ook heel gelijk kunnen zijn in hun waarden. En ja, ze vindt het een van de beste ervaringen in haar leven dat ze deze mensen heeft mogen leren kennen. What do you think about the Netherlands more in general? And what, because you
you participated in a social program. Yes. And what did you like and what do you think about the country? Oh, I think it's an amazing country to live in. It's just, I don't know, I like the people a lot. Your Dutch people are known to be friendly, but I didn't expect them all to be, but they are. They are very friendly. I like all of your cities. I've been to Breda, to Den Bosch, to Den Haag, to Amsterdam. All the cities are just so beautiful. You live in beauty all the time, you know. And here in Tilburg, when I found out that you have this forest, you know, it's just amazing how you have all this nature preserved. And I love it. I love the Netherlands and Tilburg in particular too. Okay. Tijdens haar verblijf heeft Rina verschillende steden bezocht, onder andere Breda, Den Bosch, Den Haag en Amsterdam. En ze vond het echt heel leuk dat mensen in Nederland overal heel erg aardig zijn. Maakt niet uit waar ze was, ze werd altijd ontzettend vriendelijk behandeld. En ook in Tilburg vond ze het heel fijn dat we bijvoorbeeld ook, ondanks dat Nederland best wel dicht bevolkt is, dat we toch overal bossen hebben en dat ze overal van de natuur kunnen genieten. Dankjewel, Arine.